We zijn hier vandaag op boerderij Wolfslaar omdat vandaag de schapen geschoren gaan worden. Hoeveel schapen hebben jullie? We hebben totaal 16 volwassen schapen en ook momenteel 11 lammeren rondlopen hier op de boerderij. En wanneer bepaal je nou dat een schaap geschoren gaat worden? Ja, dat is eigenlijk een beetje begin mei proberen we dat altijd zodanig te plannen. Want dan heb je ook het mooie weer wat zeg maar gaat beginnen. Maar het kan ook wel eens te koud zijn dat u wat uitstellen. Ja, meestal niet. Meestal kiezen we wel een datum waarvan we zeker zijn van nou, vanaf nu kan het. Want als we goed rondkijken in de weilanden heb ik al heel veel schapen gezien die al geschoren zijn. Dus het kan al wel, ook al is het soms een beetje koud, een beetje nachtvorst net de afgelopen week. Het lijkt me een hele grote verandering voor zo'n schaap, zo ineens zo kaal, zonder winterjas. Ja, dat is hè, want als je het gewend bent en je trekt nou in één keer een jas uit, dan denk ik ook eventjes, oh dat is fris. Maar je went er ook weer snel aan. En deze dieren staan dag en nacht buiten, dus die zijn het wel gewend. Dus die hebben na een paar dagen daar geen enkele last meer van. Ja, oké. Okay. En hoeveel wol komt er van zo'n schaap als je één keer geschoren wordt? Ja, hoeveel wol er vanaf komt, dat hangt heel veel af van het schaap. Hoe oud dat ze zijn, hoe groot dat ze zijn, wat voor ras het is. Want elke ras heeft een eigen fijnstof van wol. Maar als we dan een beetje gemiddeld kijken en we kijken dan in, we kijken niet echt in kilo's, want wol dat weegt bijna praktisch niks. Dus nee, maar als je kijkt bijvoorbeeld hoeveel truien ervan gebreid kan nu worden? Aantal truien, nou dan gaan we van één schaap, ik denk dat je dan misschien wel één mooie trui, twee truien dan. Dus van één schaap? Van één schaap, want je hebt toch best wel wat wol nodig. Je hebt ook best wel wat afval, vies hooi, hooi zit ertussen, stro, dat soort zaken. Dus twee truien ongeveer. Schaap zelf, hè? Is het nou veel stress voor een schaap om geschoren te worden? En merken jullie daarvan iets van in de dagen daarna? Ja, het is op zich wel spannend zo'n dag voor zo'n schaap. Want er zijn een heleboel mensen, een heleboel kinderen, er gebeurt van alles. En je wordt ineens vastgepakt, je wordt op de grond gelegd. En dan komt daar een heel veel zo'n herrieapparaat en je jas gaat in één keer uit. Dat is best spannend, maar je merkt, ze gaan allemaal tegelijk. En daarna zijn ze allemaal tegelijk zonder winterjas. Ja. Dus dan hebben ze steun aan elkaar. En daarna, dat is eigenlijk dezelfde dag alweer weer over. Ja. En je ziet ook wel dat die man ze erg goed onder controle heeft. Hij heeft er veel ervaring mee volgens mij. Ja, en dat is de kunst. Dat is ook, zeg maar, als je je cavia of konijn goed vastpakt, dan blijft hij zitten. Heb je hem niet goed vast, gaan ze spartelen. En dat is ook wat onze schaapscheerder gewoon heel goed kan, is zo'n schaap gewoon gerust houden. Goed vastpakken, zodat zo'n schaap zich overgeeft en dan maakt het alleen maar makkelijker. Welke leeftijd moeten schapen geschoren worden? Schapen moeten niet per se geschoren worden. In het wild gebeurt dat ook nooit. Maar bij ons, de meeste mensen schapen ze gelijk al vanaf jaar 1. Zeg vanaf maar. Hun eerste jaar, ja. Ja. En als je ze niet zou scheren? Ja, als je ze niet zou scheren, dan ziet het er heel vreemd uit. Mensen die wel eens naar een safaripark of dierentuin gaan en zien kamelen en dromedaren, ze zullen zien wat ik bedoel.
dan hangt die, die vacht hangt dan los. Dat komt met plukken tegelijk komt het los. Die scheuren langs bomen, langs hekken, langs buggies, die scheuren dat gewoon los. Dus dat gaat er vanzelf wel af. Het ziet er niet zo mooi uit als scheren. De schapen worden niet alleen geschoren, zag ik. Nee, dat klopt. Dus wij, op het moment dat we ze scheren, hebben we ze vast. Dus ja, als je een dier vast hebt, kan je beter gelijk alle gezondheidschecks doen. Dus, en welke checks doen jullie dan? Wij gaan de hoeven bekappen. Dus dat is net als onze nagels, die groeien het hele jaar door. Dus die bekappen we dan, die knippen we als het ware. Daarna gaan ze in een voetenbad, waardoor ze schone hoeven krijgen. En minder snel last hebben van infecties en mankheid, dat ze mank lopen. Ze krijgen een pilletje tegen ontworming, dus dat ze geen last hebben van wormen. En ze krijgen nog een haarlotion, zo noemen wij dat dan heel leuk. En dan hebben ze minder last van luizen, mijten en andere vliegjes waar ze last van kunnen krijgen in de zomer. Vooral in de warme maanden. Een hele spa-behandeling, zeg maar. Ja, zo noemen we het dan, hè? Manicure, pedicure en haarlotion als toetje achteraf. En dan heb je ze maar één keer vast en heb je al die checks gedaan. En dan kan je mooi, gezond het seizoen beginnen. Het hele jaar kunnen ze daarmee verder? Of? Ja, nou het hele jaar. We houden ze elke keer. Elke dag houden we ze in de gaten. We monitoren ze elke keer weer opnieuw. Maar dan heb je nu als het ware een APK gehad. Een grote check. De belangrijkste check. Ja, zo is dat. In het begin van het jaar, voordat de zomer begint. Wat gebeurt er met de wol die jullie nou vandaag zien? Nou, de wol hier op de boerderij die doen wij in zakken en die verkopen wij. En die doneren wij aan mensen die ze gaan filteren, die ze met een spinnenwiel echt producten van gaan maken. En op die manier kunnen wij een heel mooi educatief programma koppelen van goh, wat doe je nou met wol? Want mensen staan er niet bij stil wat wol is, wat je met wol kan doen. Dus op die manier proberen wij mensen daar een beetje... Op de boerderij? Ja, momenteel zijn er ook mensen aan het filteren en we proberen af en toe van die open dagen te organiseren. Dus, en mensen kunnen thuis doen, dus vandaar dat ze de wol kunnen kopen en dan thuis proberen. Ja. En het spinnen doen jullie ook hier zo? Ja, spinnen ja, doen we niet zelf. Er zijn dan mensen die dat dan weer gespecialiseerd in zijn, die zelf een spinnenwiel hebben en die dat hier dan komen doen en voordoen. Oh nee, komt er die houtplank. Oh jee. Gehad voor dit jaar? Ja, kunnen ze er weer een jaar tegen.